Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Dit is weer een weekreading. Deze is voor de maagd. We zitten deze week op week 13, 28 maart tot en met 3 april. Lieve maagd, het is een algemene reading. Het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. En we gaan eens kijken naar jouw hoofdthema. Het hoofdthema voor de maagd voor week 13. Het hoofdthema voor deze week voor jullie is laat je licht schijnen. Durf te stralen, durf weer wat meer in je kracht te staan. We hebben een hele mooie week achter de rug met de zon, tenminste hier in Nederland. En vandaag toevallig is het zonnetje weer even weg. Maar durf er maar voor open te staan dat wanneer jij leuke dingen gaat doen, of wanneer jij lekker in je vel gaat zitten, dat het lichtje eigenlijk in jezelf weer gaat stralen. En wanneer jij dus echt lekker in je vel gaat zitten, straal je dat uit, kom je zelfverzekerder over en krijg je dus meer positiviteit over jou heen, wat extra belangrijk is. We gaan eens even verder kijken wat jullie, lieve maag, deze week kunnen verwachten. Ik schud eerst even al mijn kaartjes, zodat ik het verhaal in één keer kan vertellen. Oké. Okay. Wat kan de maag deze week, week 13, verwachten. Okay. Ja, lieve maagd, jullie gaan deze week vooral bezig ook met jezelf. Een nieuwe basis eigenlijk creëren. En dat is eigenlijk ook echt wel een thema wat nu heel erg speelt in het algemeen. Dus je gaat meer kijken naar jezelf, strijden die je in jezelf hebt. Waar komen die vandaan? Hoe kan je het voor jezelf oplossen? Je gaat eigenlijk terug naar de basis, terug naar jezelf. Waar loop ik eigenlijk tegenaan? Welke richting wil ik eigenlijk op? Je gaat meer je rust proberen te nemen. En ja, durf vooral ook met de golven mee te gaan. Er komen nieuwe dingen op je pad, maar het is wel van belang dat je ervoor open staat. Nou, wat ik al zei, hè, echt even ook nog wel een gevecht in jezelf. Maar je gaat echt wat meer bezig met samenwerking ook met jezelf. Waardoor je dus nieuwe dingen echt gaat creëren. Dus hij ligt er twee keer in, lieve maagd. Je gaat heel veel bezig eigenlijk in je hoofd deze week. Veel aan de slag met gedachtenpatronen. Dingen die naar voren komen waar echt van belang is om over na te denken. En ja, geef ook echt je grenzen aan deze week. Anders gaan mensen over je heen lopen. Dus het is een week waarin je dus echt meer aan jezelf gaat werken. Het is een week waarin je heel erg bezig bent met grenzen opstellen en nieuwe dingen te creëren. En dat komt echt omdat je bezig bent met een nieuwe basis neer te zetten. Een nieuwe basis voor jezelf. Een nieuwe start voor jezelf. Ik wil toch nog even een extra boodschap voor jou, lieve maagd. Een extra boodschap voor de maagd voor week 13. Ja, en dit is dus van belang om vrijheid te krijgen. Dus je gaat echt oude dingen loslaten. Er komen nieuwe dingen op je pad. Je gaat echt je vleugels uitslaan. Maar daardoor komt het wel eens dat je echt even door het stof heen moet bijten om verder te komen. Nou, dat gezegd hebben, lieve maagd, gaan we eens kijken wat voor positiviteitskaartje of een affirmatiekaartje ik jou mag meegeven voor deze week. Wat mag ik jullie meegeven? Oké, we gaan eens even kijken. Ik vind het gemakkelijk om alles wat ik nodig heb in het leven te vinden. Ik doe dit door te ontspannen en erop te vertrouwen dat de dingen perfect gaan verlopen. Dus ook al is het misschien een week waarin je veel bezig bent, weet dat de dingen verlopen voor jouw beste goed. En soms moeten we eerst door hardere stukken heen om uiteindelijk weer de verlichting te voelen. En dat was ook het hoofdthema. Hè? Dus je gaat een verlichting krijgen, je gaat weer wat meer stralen. Dus hoe positiever je bent, hoe makkelijker het wordt om de week ook door te komen. En hoe sneller je ook de mooie nieuwe dingen ziet verschijnen die je nodig hebt voor deze week.
Lieve maagd, ik wil je bedanken voor het kijken. Wil je een persoonlijke reading? Neem even een kijk op www.mediumdaphne.nl. Verder kan je me vinden op Facebook en Instagram. En bedankt nog voor het kijken en tot de volgende keer.